Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, dag 2 Nationale Onderwijsdialoog. SWM voert nieuwe maatregelen openstaande rekeningen in. Centrale Bank van Suriname heeft een persconferentie. En AVD feestelijk van start. Kijkers, in april 2018 is er een geldzending vanuit Suriname, vanuit de Surinaamse, de Centrale Bank, aangehouden in Nederland. In de afgelopen maanden zijn er wekelijks, bijna dagelijks, artikelen hierover verschenen in de media. Vandaag wordt er een persconferentie gehouden in de Centrale Bank waar men informatie hierover zal verschaffen. Want de governor van de Centrale Bank die is onlangs naar Nederland geweest om hierover te praten. Wij gaan deze persconferentie voor u verslaan en u wordt uitgenodigd om met ons mee te gaan. Wanneer je zaken moet overlaten aan de specialisten, dan is het nog niet meer plek om voor mijn beurt te spreken. Wat wij wel hebben afgesproken met de ieder die gesprekken hebben gevoerd, is die transparantie, die openheid van zaken, maar op de momenten dat men kan praten. En dat doe ik ook. Want het is in deze dat voor het eerst ik u hier uitnodig om te zitten met het advocatenteam dat Suriname vertegenwoordigt in deze. Ik heb gevraagd aan de advocaten dat het nu wel het moment is, na immers een jaar dat de geldzendingen vast zijn, om je te brieven over waar we huidig staan en wat de essentie is. Ik heb ook gevraagd aan de bankiers om een nadere uitleg te geven over de impact van deze, maar dat kan ik ook doen. We hebben er geen geheim van gemaakt om te corresponderen met u, te communiceren met u, dat de geldaanhoudingen een enorme impact heeft op onze economie. U ziet kranten verschijnen, artikelen verschijnen in zaken de moeilijkheid van cashdollars opnames, euro opnames. U voelt dat aan, dat die druk er is op de wisselkoers. Het is een enorme uitdaging, onderschat het niet, voor de centrale bank in het gehele afgelopen jaar. Of dat nou mijn immediate past present is geweest, of ik als governor, om daarmee elke dag op te staan en zeggen, hoe gaan we dit oplossen? Want er moet een oplossing komen. U denkt, misschien is het bedrag wat kleiner voor een economie als Suriname met een wat waardig GDP. Maar wanneer je ziet dat de samenleving op een gegeven moment last krijgt, niet alleen de samenleving waar ik ook onderdeel van ben natuurlijk, last krijgt voor de dagelijkse operationele zaken van uw persoon, van mijn persoon, dan is het een vervelende zaak. Waar we alle begrip voor moeten hebben, is dat niet wij de schuldigen zijn in deze. En daarom dacht ik op dat moment, ik ben gegaan naar Nederland en we zijn gaan praten, niet over 19,5, maar op het weder op gang brengen van die stroom van euro's die hier vastzitten. De duidelijke boodschap moet zijn dat ik een governor ben van de Centrale Bank van Suriname. Met andere woorden, het vertrouwen in eigen munt. De SRB, die hoeksteen. Het vertrouwen van de euro, die tegenwoordig gehandeld wordt tegen 1,05, die tegenwoordig wordt gesmokkeld omdat er een kleine winst beoogd wordt. Dat zijn geen goede zaken voor Suriname. Als u vraagt, de internationale FX is 1,12 of 1,119 vandaag ten opzichte van de US dollar. En hier vragen we de 1,04, zelfs 1:1. En het is zelfs een voorbeeld gegeven dat we een taxichauffeur €50 wilden betalen, heb ik begrepen. En die wilde het niet. Want die zei, wat moet ik ermee?
dat u moet afvragen als dat vertrouwen weg is, bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het vertrouwen in de euro? Dat antwoord is al snel gegeven. De Europese Centrale Bank. Niet mijn taak. Dat is het gesprek wat je kunt voeren. Dan vervolgens, wanneer u uitlegt dat er heel veel euro's binnenkomen vanuit Frans-Guyana, wanneer de Franse ambassadeur mij kan vertellen dat er 15 miljoen euro elke dag met Air France rechtstreeks komt richting Frans-Guyana, en dat je dat kan aansluiten met 85.000 toeristen. En wat geeft een toerist uit? Gemiddeld 1000? Dat we heel veel Franse bewoners hebben aan de rand van Suriname die inkopen komen doen in euro's. Dan krijgen we euro's binnen. Een logisch verhaal. Maar als je de euro's niet kan verzenden, dan creëer je hier een enorme stapel aan euro's. Het is dag 2 van de Nationale Dialoog, georganiseerd door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, waarbij de hervorming van het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs op juniorenniveau centraal staat. In deze aflevering leggen wij wederom de focus op deze dialoog. We gaan taal, meer leesvaardigheid geven aan kinderen. En dan zullen wij het vak handenarbeid ruim lichten. En dan gaan de kinderen daar meer handen aan bieden. Dialoog is het iedereen zijn punt kan maken. Maar dat zijn we nu nog niet. In het dialoog daarna hebben we keus. Gaan we kiezen voor de win-lose option, dat ik bij mij verlies? Gaan we kiezen voor de lose-lose option, dat we met alle verliezen? Gaan we kiezen voor een option, ik geef toe, ik verlies, ik laat je winnen, want dan voel ik me een beetje prettig? Of gaan we kiezen voor de win-win option? Hoe ziet u de rol van de vakbond bij hervorming van het onderwijs? Nou, ik ben blij dat ik door de minister ben gevraagd om als leider op te treden hier zo. En de visie en zeker de rol van de leerkracht hier te poneren. Ik heb dat daar gedaan middels een PowerPoint. En ik heb aangegeven dat de leerkrachten de dragers zijn van het onderwijs. En dat het meer dan logisch is dat bij onderwijsvernieuwingen, hetzij innovaties, leerkrachten worden betrokken reeds in een vroeg stadium. Zodat het draagvlak wordt gecreëerd voor het beleid, zeker het onderwijsbeleid. Meneer Koster, wat is uw visie over het integreren van meertaligheid in het onderwijs? Nou, ik heb er totaal geen probleem mee. Het is misschien juist een mooi moment om de taal die de kinderen spreken te gaan respecteren en te waarderen. Maar wanneer we een taal gebruiken voor kinderen op school waarbij we merken dat dat problemen met zich meebrengt, dan moet je wel gaan kijken van oké, hoe kan ik daarop inspelen? Hoe kan ik die taal die ze moeten kennen, creatief brengen voor ze, dat we resultaatgericht de kinderen zien bevorderen. Wat dat betreft, dus geen probleem mee. Denkt u dat meertaligheid binnen ons onderwijs bijdragen kan leveren aan betere schoolresultaten als we denken aan de gebieden waar er uitsluitend moedertaal gesproken was, woord- of thuistaal? Sowieso, als we kijken dus naar de studies die wereldwijd zijn gedaan. We hebben vandaag hier presentaties gehad waar we hebben gemerkt hoe dat werkt in landen als Ethiopië, landen als Ghana, noem maar op. We weten dus dat het kan werken, inderdaad. Dus dat is een van de aandachtspunten voor deze nationale dialoog. Alleen moeten wij gaan kijken naar de praktische implicaties. Als wij dat willen invoeren, waarmee moeten we rekening houden? Op de eerste plaats weten we dus dat je materiaal zou moeten ontwikkelen. Lesmateriaal, nou dat kost al aardig wat geld. Je zou dan ook, hebben we gezien, dus leerkrachten moeten
die de taal machtig zijn. En dan hebben we het dus over de moeder, dan wel de thuistalen machtig zijn. Selecteren en trainen. We praten weer over financiële implicaties. Dat het belangrijk is en dat het kan werken en dat het de schoolresultaten omhoog kan brengen, dat is geen discussiepunt. We know. De vraag is nu, hoe gaan we het doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij meertaligheid als een belangrijk gegeven meenemen in het Surinaamse onderwijs? De Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SWM, is bezig nieuwe maatregelen in te voeren omtrent openstaande rekeningen. Met Marciano Rodriguez, chef klantenservice, praat collega Paulus Assoiti hierover. Het innersbeleid van de SWM wordt vanaf eind april aangescherpt. Dat wil zeggen dat de klanten binnen 2 maanden hun waterrekening moeten voldoen. Het was eerder binnen 3 maanden. Dit beleid moet de SWM aanscherpen om zo de gemeenschap beter van dienst te zijn voor de dienst die wordt geleverd. Water natuurlijk, kostbaar drinkwater. En natuurlijk ook om andere gebieden die nog niet van water beschikken, ook van water te voorzien. Want uitbreiding, onderhoud, alles heeft te maken met financiën. Dus vanaf eind april moeten de mensen in plaats van binnen 3 maanden, binnen 2 maanden de rekening voorzien. Dat wil zeggen dat de gemeenschap, de klanten van de SWM, voorheen de rekeningen na 3 maanden konden betalen. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Ja, dus eigenlijk als iemand een dienst aan u geeft, moet u eigenlijk zo snel mogelijk betalen. Eigenlijk binnen 1 maand. En de SWM verdient geen geld erop, geen rente, als je binnen 3 maanden betaalt. En daardoor is er veel geld buiten die we nodig hebben om investeringen te plegen. Het was natuurlijk dan binnen 3 maanden. Daarna, na 3 maanden kan je watertoevoer afgesloten worden. Maar het gaat nu binnen 2 maanden zijn. Maar natuurlijk willen we niet afsluiten, want dat heeft ook extra kosten om naar daar te rijden, om de klanten af te sluiten. Maar we moeten het beleid aanpassen om de gelden sneller binnen te krijgen. Als deze maatregelen per eind april ingaan, wil dat zeggen dat iedereen die nu een openstaande rekening heeft voor de maanden daarvoor, dat zij al meegenomen worden, of is het dan vanaf na april? De mensen die alles die openstaande rekening hebben, iedereen wordt dan meegenomen, ja. Iedereen wordt meegenomen met die openstaande rekening heeft voor april. Wat gebeurt er na 2 maanden als ik mijn openstaande rekening niet heb voldaan? Wat gebeurt er precies? Als u dus 2 maanden open heeft staan, krijgt u incassokosten, 55 SD, en u komt op de afsluitlijst. Dus ondanks het betalen van de afsluitkosten, is het zo dat ik gelijk kan worden afgesloten? Ja, dus als u twee maanden of meer open heeft staan, komt u op de afsluitlijst en dan moet u dan de incassokosten betalen en de openstaande rekeningen. Stel dat iemand het toch heeft gemist om zowel de openstaande rekening en zowel de incassokosten te betalen en de persoon wordt afgesloten. Wat is dan de procedure om zo een aansluiting weer open te krijgen? De klant kan dan naar de kassa, betaalt dan de achterstallige rekeningen en incassokosten en dan wordt het dan weer opengesteld. Dezelfde dag of de volgende dag? De volgende ochtend. Meestal is het dezelfde middag hoor, als u tijdig betaalt. Hierbij de 55e editie van de avondvierdaagse voor geopend.
Welkom bij deze aflevering van 55 jaar Wandelmars. Het is al 55 jaar dat er wordt gelopen in de straten van Suriname, waar er muziek wordt gemaakt, waar er show wordt gegeven, waar er prachtige kleding wordt getoond. Juanita Ormskerk en Gretel Blokland zijn er voor het Nationaal Informatieinstituut om u dit mooi moment te wijzen. We zijn erg blij en bijzonder ook dat de lopers 55 jaar lang de samenleving hebben bediend van los van lopen ook amusement. U kunt regelgeving die bestemd is voor commercie niet toepassen voor sport. En daarover moeten we praten, minister. Het is heel belangrijk omdat wij een stukje overheidswerk doen en het kan niet zo zijn dat wij als organisatie daarvoor ook wat betreft een aantal financiële consequenties daarvoor moeten instaan. We moeten daarover praten in een sfeer van harmonie zodat we kunnen komen tot een duurzame oplossing. En ik geloof dat dat wel mogelijk is. Bewegen, dat zouden we terug moeten zien op onze begroting bij volksgezondheid. Hoe minder ongezonde mensen we zouden moeten hebben. Dus ik heb ook net een oproep gedaan via SRS. Misschien hoef je niet die 4 dagen van AVD te lopen, maar probeer tenminste 30 minuten te bewegen wanneer je thuis bent. Wat geeft u aan de lopers mee die 4 dagen de straten van Suriname zullen vullen met muziek? Allereerst, het is heel geweldig wat ze doen. Ik heb ook gezegd, het is net als een carnaval in Suriname. Het is zoveel entertainment, zonder zorgen. Ze bezorgen de Surinaamse samenleving zoveel entertainment. Dus ik doe een oproep. Laten ze zich houden aan de regels die er zijn, zodat alles ordelijk verloopt. En natuurlijk staat veiligheid op de eerste plaats. Roos, winnaar van het vorig jaar AVD. Ik ben in 2019 alweer. Wie heeft jullie mooie korte antwoorden? Meneer Erwin Goedhart. Voor de hoeveelste keer loopt u mee met Tuberoos? Voor de 9e keer. En hoe ervaart u het voor een culturele groep te lopen? Geweldig, ik vind het geweldig. U
blijft meedoen aan AVD? Jazeker. Wat zegt u aan de mensen die thuis zijn en nog niet zijn komen kijken naar AVD? Mensen, blijven nee, jullie niet thuis. Nee. Komen jullie nee, kijken naar die mooie foto's. Nee. Dank u wel en succes. Alsjeblieft. David Hek, voor de hoeveelste keer doe je mee aan AVD? Dit is de tweede keer met Dingrawang samen. Wat betekent 55 jaar AVD voor jou? Is heel wat. Ja, het is, zo moet ik het zeggen, is heel wat. Like, 55 jaar spontaan zijn, fit zijn. Dus dat is het voor mij. Waarom heb je ervoor gekozen om te lopen in de culturele klasse? Omdat ik van, ja, ik ben inheems en ik ben ook Creool. En ik hou ook van mijn Creoolse kant. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om toch met de kutte te lopen. En wat ik die kutte altijd ook een hele leuk iets vind. Dat wanneer de dames erin lopen, dat ze trots zijn. Weet je, de waarde van de kutte wil ik ook naar buiten brengen. Dus daarom. Als je me dat vertelt, wil ik bijna zeggen dat jij de ontwerper bent. Jawel. Wat betekent die kutte? Dit is de Hibaka Koto. En omdat ik die Hibaka Koto niet echt meer zie, het zijn meer de brokkoberen, de Sisi Koto, de Tro Koto. Maar niet echt dat ik die Hibaka Koto meer zie, van vroeger zelf. En dan dacht ik van oké, het is Dingrawang. En dan laten we het dan proberen met die Hibaka Koto, met die kussen op je rug. Succes met deze dag nog en de overige dagen. Ja, dankjewel. Michael Deira, Reflection is niet meer weg te denken bij Wandelmars. Voor de hoeveelste keer doe je mee? 35. 35ste keer. Wat motiveert je om mee te doen? Je hoort het al, gezond, het lieve stijl. En hoe? Lopen is fit, houd je gezond. Dus vandaar dat we meedoen. En dit is iets Surinaams. Zo moeten we elkaar ondersteunen. Hoe krijg je al die mensen bij elkaar om dit 4 dagen te doen? Nou, Reflection is een gevestigde naam, dus... Het zegt ik vanzelf. Wat mogen we die 3 andere dagen verwachten van jullie? Alleen maar genieten. Fun, alleen maar fun. We doen het gewoon voor gezelligheid. Paranamoro, tauro ne warane. Paranamoro, tauro ne warane. Paranamoro, tauro ne warane. Paranamoro, tauro ne warane. Paranamoro, tauro ne warane, paranamoro. Oya como tato. We zijn gekomen aan het eind van deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.